Yo mensen, Koen van DNP.nl met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een nieuwe Weekend League video. En zoals jullie kunnen zien, ga ik 21 zeggen. Ik heb nog 3 wedstrijden over. Ik moet er 2 winnen voor Elite. En dat gaan we nu even doen, want ik ga Elite halen. Yes! Mensen, het is weer zover. Ik ga Elite halen. Dan ook zit naar mezelf te kijken. Ik zie er slecht uit. Ik moet echt beter gaan slapen en zo. Ik zie er vermoeid uit. In de vorige video zei iedereen van, Koen, je lijkt echt stoned. Was ik niet. Ik had wel rode ogen, maar weet je hoe je dat noemt? Verkouden! Oh ja, nee, dat was de naam inderdaad. Denk je dat ik Elite ga halen? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En denk je dat ik niet Elite ga halen? Krijg ten eerste wat aan je lip. En ten tweede doe ook een duimpje omhoog. Dit is mijn team nu. Ik heb nu natuurlijk Petit. Ja, hij heeft nu 30 wedstrijden gespeeld. Dus ja. Neymar is deze weekend league erg goed. Echt top. En Mbappé is ook erg goed. Suarez ook erg sterk. Ik weet trouwens niet wat zijn stats nu zijn. 34 wedstrijden, 31 goals, 18 assists. Nou ja, is prima. Niet meer zo goed als eerst. Komt meer omdat Neymar en Mbappé die stelen echt de show. Die spelen echt fucking goed. Ik begon deze weekend league met 0-1. Oh, 4 bar weggelezen. Ik begon deze weekend league met 0-1. Ik verloor mijn allereerste potje. Nou, mijn allereerste potje liefde mijn tegenstand toen 1-1 stond. Of ze in het tiefste eruit. Ja, fuck kut. Dan telt het niet mee. En toen tweede potje verloor ik. Nou, toen had ik echt gelijk de pest al in. Ik huilen. Dus toen verloor ik. Toen ging het eigenlijk 4-1. Verloor ik weer. 4-2. Nou, toen, nou ja, toen echt. Had weinig geschild of nou, de wereld had niet meer bestaan. Maar toen ging ik echt naar hem. 17-2. Ik had een 13 winstreak of zo. Dat was echt fucking ziek. Deze gaat trouwens best wel goed team. Nu ik zo kijk. Ja, ik moet dus 2 potjes winnen. Maar ik moet wel even serieus gaan spelen. Want als ik geen Elite had, dan ga ik echt jank. In ieder geval, alle potjes die ik verloor waren echt kloten. Ik denk persoonlijk dat ik de beste FIFA speler ben. Ben je nou een goede FIFA speler? En echt goed, een pro of zo. En je denkt van, nou Koen, je kan er geen teams van. Stuur me even een Insta DM of zo. Zal ik je even potje FIFA leren? Oh, ik overschat mezelf zo erg. Wat ga ik karma krijgen, zeg. Ben je dus niet geabonneerd op mijn kanaal? Dat kan zeker. Doe dat hier beneden en abonneer. En blijf op de hoogte van leuke FIFA-video's. Zeker dat belletje nog niet gedaan hebt. Join hashtag teambelletje. Doe het even. Join het. Goed, dan gaan we gelijk. Ja, mijn FIFA is echt on point, mensen. Jullie zien het hier met Rabiot. Geen enkel probleem. Hop, tik hem terug. Hop naar Neymar. Hop, Neymar. Longshot. Hop, 1-0. Oh, nee. Hop, door naar Mbappé. Mbappé, paasje, Neymar. Wow! Petit! Oh, jezus, wat een bal. Oh, jongens. Ik weet trouwens niet voor jullie of ik de goede kant op keek. Misschien keek ik ik keek waarschijnlijk de verkeerde kant op. Oké, lullig. Door op Suarez, wat een ongelofelijke kutbal. Ben ik de enige die altijd daar de keeper probeert te sliden? Niet alsof ik daar ooit de bal mee heb heroverd of zo, maar eerder vaker mee geel gekregen en zo, maar oké. Boom! Ah, jongens. Ik heb legit deze hele weekend nog geen corner goal gemaakt, man. Waar gaat het over? Eerst staat elke corner erin en dan komt die E weer en dan gaat er geen één corner meer in. Dan word je er niet vrolijk van. Of waar dan? Nee. Laten we even winnen. Ik kan deze tegenstander wel pakken. Ik voel dat ik wel kans heb. Ah! Trouwens, veel mensen zullen zich afvragen, is Petit de miljoen coins waard? Ja, ik vind het altijd lastig. Ja, wat verwacht je van een CDM? Dat is een beetje, zeg maar, ik ga nu goed in de Weekend League. En ik heb gewoon het gevoel dat Petit daar ook wel gewoon mee te maken heeft. Omdat hij gewoon goed dingen dichtloopt en zo. Dus ja, kijk, hij scoort niet 5 goals per wedstrijd. Maar ja, het is een CDM. En ja, hij scoort eigenlijk vrijwel nooit. Dit is heel kut. Ah, lekker. Maar hij is wel gewoon aanwezig, weet je wel. Dat vind ik wel chill. En hij kan wel aardig koppen. Bij wegkoppen bij corners en zo is ook wel lekker. Dus ja, ik ben wel tevreden met hem. Is hij 1 miljoen coins? Maar als je 1 miljoen coins hebt en je denkt van, nou, ik ga een bronzen 10 kopen en Petit. Kijk, dat zou ik niet doen. Nee, dat zou ik niet doen. Dan zou ik een zilver 10 kopen en dan baby Petit. Ook dat zou ik niet doen. Oh, zijn passing is wel echt slecht. Ik vind zijn passing echt tering slecht van Petit. Maar echt niet normaal. Oh, ik kom er niet door. Mensen, het gaat er niet echt lekker. Hij verdedigt goed deze fan. Ik kom er echt totaal niet lekker door. Kijk, kom op. Dan gaat hij. Neymar, kom op Neymar. Hey, penalty. Lekker penalty. Kom op. Lekker. Ja, terecht. Rood kaartje. Ja, gewoon een rood kaartje dit. Als ik even eerlijk zijn, is het gewoon een rood kaartje. Kan je gewoon rood voor geven. Ik denk dat mijn lamp weer gaat uitvallen. Ja, ik denk dat mijn lamp weer gaat uitvallen straks. Niet blij mee. Jullie kennen mijn tactiek. Ga ik niet inhouden. Ik ga links. Hoppa. Lekker. Maar als ik door het midden ga, dan zullen we waarschijnlijk ook nog ingaan. Maar nu links. Goed. Mijn tactiek is natuurlijk altijd door het midden. Maar nu even niet. Want ik heb al 2 keer gemist vandaag door het midden. Nee, maar easy snackies. Lekker hoor. Oh, de 4 versus nu. Oh, deze is mentaal. Deze is echt mentaal voor hem. Nou, dan komt hij nu meteen. Dan gaat hij meteen scoren natuurlijk. Maar ja, dat is de kick-up glitch. Dat is leuk. Ja, lekker. Goed. Oh ja, hij is nog niet weg. Hij is nog niet weg. De verdediging doet nog steeds of ze herpes hebben. Nou, schiet hij maar alsnog in. Dan gaan we met 1-0 de rust in, mensen. Mijn keeper heeft veel meer reddingen. Deze gast is blijkbaar veel meer schoten. Ja, ik moet zeggen, deze gast is ook echt beter. Want ik ben echt geen 1 keer echt doorgekomen. Ja, 1 keer nemen was penalty. Maar voor de rest drama. In ieder geval, terecht de voorsprong, zoals ik al dacht. Tuurlijk. En wat gaat mijn lamp straks weer uitvallen? En wat zijn we daar niet blij mee? Want het is echt donker op dit moment. Oh yeah. Oh, wat doe ik? What am I doing? Oh, goede paaskoen. Echt uitstekend. Zo lekker in de voeten van de tegenstander. Dan gaat hij weer voorzet geven. Ja, het enige wat ik doe. Oh, zo. Ik heb even bossen gestuurd daar. Door Luka Modric. Hey, Koen, wat doe je? Vette klootzak. Oh, Koen, jongen. Wil je weer leuk doen? Wil je weer de kijkers vermaken? Ja, ik heb het wel door. Maar ja, wel bijna met een gebakken peren. 2-0. Hoppa. Leon
Goretzka. Lekker. Kom op! 2-0, easy goaltje, Goretzka. Goed, mensen, hoeven nou nog maar 1 minuut. Ben ik gewoon weer elite. En dat is toch, ja, ik wil niet veel zeggen, maar dat is toch wel decent. Ben ik toch wel gewoon tevreden mee. Oh, na, ja, oh. Wow, wow, wow. Ja, la, la, la. Oh, ja, oh. Oh, ja, oh, ja, oh, ja. Mascarpone. Wat komt er daarna? Macaroni, ook niet. Kut, Koen, let nou even op, man. Jezus. Je Macarena te zingen, maar dan een andere nummer. Ik heb een dingetje erin gebracht, Lozano. Voor wat nieuwe energie, hernieuwde energie aan de rechterkant. Suarez zo makkelijk die ballen kwijt blijven raken. En dan gaat het een vervelend potje worden, heb ik zo'n gevoel. Nu door. Goed, Lozano. Lozano. Ja, hoe kan dit, man? Zoveel sneller dan Alexandro en toch. Varaan, je bent tering snel. Ja, what the fuck, ik dacht al. Je bent fucking 34 pace, ik heb nog een schaduwkaartje. Je hebt fucking 180.000 pace. Dan ga je helemaal toch uitrennen, alsjeblieft, zeg. Oké, nog 6 minuten volhouden, mensen. Koen, echt, je bent zo'n klootzak. Oh, ga ik lopen kappen? Ga ik lopen kappen van mijn eigen 16 meter? Ja, dan snap je er helemaal niks van, hoor. Even serieus. Dan verdien je echt een tegendoel, uiteindelijk. Maar, oké, dat is dus hoe ik mijn potjes verlies. Nee, maar, lopen ze sneller, man. Ik snap ook dat je moe bent. Je moet zo lang niet lopen. Oh, mijn camera valt uit. Wat is dit toch, laatste tijd? Mijn camera ineens uitvalt steeds. Het is voor onzin. Maar mensen, je moet mij maar mijn woord geloven dat ik op dit moment... gewonnen heb! Yes! Let's go! Ja, mensen, zoals jullie zien, ik had echt gewonnen. En we gaan dus nu door naar het allerlaatste potje waar ik elite ga halen. En waarin ik weer bewijs dat ik de beste FIFA-speler van in ieder geval de bankjes ben. En waarschijnlijk ook van Nederland. Ik zweer het je, als je gewoon, ik meen het serieus. Dit is echt, als je de beste trainingtechniek ooit wil, koop door de week fitnesskaartjes. Gewoon voor 1000 munten of voor 800. En verkoop zelfs Wiggly voor 1400, want ze worden gewoon gekocht met mensen zoals ik. Dus doe dat gewoon. En nu gaan we dit potje, let's go. Ik ga bewijzen waarom ik fucking beast ben en waarom ik gewoon... e-sport moet worden. Ja, je kan zeggen van Koen, ja, maar e-sports hard halen, top 100 en zo. Ja, maar ik heb oprecht echt goed team. Ik mag echt niet klagen. Maar ik heb geen icons en zo, hè. Dit is echt mijn jaar, jongens. Dit is mijn jaar. Kijk, ik heb geen Ronaldo en ik heb geen Vieira en ik heb geen Gullit en zo. Ja, als ik die ook nog eens zou hebben, nou jongen, was ik onverslaan. Maar was top 100, dat was een kwestie van tijd. Yes. 5 bar. Let's go. Let's do this. Come on. Yeah. Hij heeft Lampard, hij heeft Sissoko en hij heeft die Hazard. Daar ga ik niet zo lekker op. Die Hazard ga ik niet zo lekker persoonlijk. Die vind ik namelijk echt goed. Voor de rest, Manolas is, ja, ik weet eigenlijk niet. Is Manolas goed? Ik kom echt nooit tegen Manolas. Maar hoe dan ook, het maakt me allemaal geen reet uit. Ik moet dit potje gewoon winnen. Als ik het eenmaal gewonnen heb, dan is het allemaal helemaal mooi. Hartstikke mooi, hartstikke aardig. Want dan heb ik gewoon elite gehaald. Oh, oké, okay, goed. Rabiot win, daarvoor ben je er. Ja, dank u. Neem maar goed op Rabiot. Oh ja, ik voel het al, mijn team speelt lekker dit potje. Je voelt dat soms gewoon, hè? Nou, dit is zeker een potje als ze lekker spelen. Daar komt Petit. Boom. Oh, heerlijk, Rabiot. Goed gedaan, maatje. Goretzka. Boom. Goal, Leon Goretzka. Vanaf nu heb ik een Goretzka. Heerlijk. Oh, het was nog mooier geweest als hij me tegen Lee. Dat was helemaal lekker geweest. Dan had ik gezegd doei doei. En dan was hij weg. Maar dit is ook niet erg. Nee, je voelt soms gewoon dat je team gewoon lekker speelt. En dat kan echt al met de eerste paar paasjes kan je dat voelen. En ik voel het nu gewoon. Spelers maken lekker runs. Want daar komt Griezmann. Oh, paal. Zo, oh, 2-0 is even lekker geweest, jongen. Hier baal ik wel een beetje van. Ja, aan de ene kant zijn het natuurlijk wel de kansen die je moet maken. Aan de andere kant, ja, ik kon er niet heel veel beter doen dan daar. Ik kan misschien nog kunnen time finishen, maar... gewoon jammer. Maar mijn team speelt lekker, man. Dan gaat Suarez. Nou, dan komt daar die Manolas, die is wel vrij snel. Schijt, dit is toch ook geen optreding. Oké. Okay. Ik heb vernomen dat deze wedstrijd met no rules spelen. Ik wist niet dat het kon in FUT, maar blijkbaar. Griezmann. Oh. Kansje weer, hoor. Kansje weer. Waarom is Lampard nou zo goed? Ik zie het niet, hoor. Is die 90 Lampard, ik heb ook geen idee wat zijn stats zijn, om eerlijk te zijn. Maar ik kan me gewoon niet zo voorstellen dat hij heel goed is of zo. Maar misschien koop je hem omdat je hem gewoon legit in echt een legend vindt. Dat je dan denkt van, nou, ik wil echt graag met hem spelen. Goed, Neymar. Voorzetje. Lekker. Oh. Boom! Ah, jongens. Maak nou even die 2-0, dan is het gelijk klaar. Dan kunnen we inpakken naar huis. Dat willen we allemaal. Oh, weer paal. Dit meen je toch niet? Kom op, hè. Ja, je ziet het. Ik speel echt heel goed deze pot. Maar je ziet het, het zit echt niet mee. En dan weet je gewoon dat je keihard alles tegen gaat krijgen. Ik heb een aardig balletje bij MLP, geef hem goed door. Ja, er zit er weer een speler tussen. Ja, dan gaat het toch ineens minder nu. Steeds meer mannetjes zit ertussen. Oeh, maar dan geeft hij een slechte paas. En dan weet ik niet wat ik moet doen, dus loop ik gewoon recht op zijn speler af. Terwijl zo gaat het live commentaar van DNPNL. DNPNL! Tik door. Ja, hij is buitenspel, hè. Buitenspel. Nee, oh, geen buitenspel. Oh, weer een redding van die keeper. Jongens, jongens, jongens. Nou, gun me een keer een corner goal. Eerste deze weekend league! Ah. Weer niet. Oh mijn god, hij zit ook op de lat. Nou, dat is niet meer dan terecht. Ik heb ook al 2 keer het aluminium geraakt. Oh, hij maakt een fout. Hij maakt een grote fout.
En dat kunnen we niet anders dan het af gaan straffen met Suárez. Oh mijn god, Suárez, dit moet je maken, goos. What the fuck? Oké, ik had misschien even moeten aannemen en moeten timed doen. Maar dit mag er gewoon, moet er gewoon elke dag van de week in, hoor. Ook zonder timed, ook zonder aanname. Jezus, wat een kans. Het is rust. Oké, hij staat al voor rust. Ja. Nee, als ik meteen tegenstander was, was ik wel een beetje boos geweest. Oh, hij heeft 0 schot op goal. Ik 8. Jongens, als ik dit niet win, dan heb ik het zo aan mezelf te danken. En dan haat ik mezelf voor de rest van het leven. En dan ga ik mezelf weer snijden en zo. Niet doen. Kom op. Goed. Nu overheen. Oh man, er zit een lucky tussen de hele tijd, jongen. En als ik deze pot niet win, jongen, dan echt... Dan gaat hij. Mbappé, rennen, maat. Rennen. Staat Neymar daar voor de goal? Neymar! Oh mijn god. Dit meen je toch niet? Jezus. Oh, what the fuck. What the fuck? 3 keer paal. 3 keer. Oké, corner. Doeltrap. Nee, logisch. Nee, ja, het volkomen logisch. Oh, hij maakt een fout. Hij maakt een grote fout. Maar ja, Suárez is er trouwens een stront ineens. Omdat die IE niet toelaat dat hij een fout maakt. Want ik mag niet winnen van IE dit potje. Oh, oké. IE wil echt duidelijk dat ik niet win dit potje. Maar het punt is, deze tegenstander is zo slecht. Dat zelfs IE niet voor elkaar krijgt om hem een doelpunt te gunnen. Nou, daar komt hij. Ik ben bijna de zetels nu om die aids. De aids tegen. Dan krijg ik sowieso ook een corner tegen. Nee, daar komt hij. Nee. 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 Krijgt hij gewoon nog een keer. Nee. 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 Tussen. Ja. Naar links. Ja. Loop. Diep. Nee, doe dan hoog, jongen. Ik doe maar L1 ingedrukt, jongen. Wat is dit, man? Jongen, als je hoog was, was het klaar. Hè? Nu is het niet klaar. Nu gaat hij scoren. Ertussen. Nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Yes. Mensen, ik ben elite. Ik ben elite. Let's go. Hoppakee. Easy. 23-6. Lekker. Ik had wel een potje erbij. Ik kan zo de 4 een winst halen. Dat ga ik niet doen, want ik ben helemaal klaar. Ik ben helemaal gaar. Heel gewonnen. 0-1. Volledig terecht gewonnen. Easy. Lekker. Heerlijk. Heerlijk. Let's go. Elite 3. Dank, dank u, dank u, dank u, dank u, dank u. Mensen, ik ben er blij mee. Volgende week. Elite 2. Ik ga ervoor. Ik ga er op weg voor. Ik ga het gewoon fixen. In ieder geval mensen, dankjewel voor het kijken naar deze video. Dus ik denk dat je het leuk vond. Ik ben fucking blij. We gaan lekker rewards zien. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe like video. Doe likey. Wil je meer video van mij zien? Ik kan hier of hier. Abonneren kan ook. Ik kan hier. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Gelijk gewoon abonneren tot de volgende keer. Ik zeg doei. Later. Come on.